kom bij de extended versie. We gaan verder kijken hoe zich dat ontwikkelt, hoe jij nu daarmee aan de slag gaat om bepaalde inzichten te krijgen. We gaan even verder kijken welke inzichten dat je nog nodig hebt. En dan gebruik ik de Angel Wisdom tarot van Radley Valentine voor. Dat schiet niet zo heel erg op. Mocht je dus interesse hebben in de kaarten, dan kun je dat, weet je in ieder geval welke ik gebruikt heb. Ik zal even want dit zijn hele andere kaarten. Die werkt eigenlijk op een andere manier. Ik zal even het boekje erbij houden. Wat gaan we doen? Nou, ik moet eerst de eerste stukje moet ik gaan bekijken wat met dit hier bedoeld is. Wat ik ook hoor is, hier hadden we de Lady, Enjoy Growth and Reap Rewards, de Earth Angel. Het heeft te maken dat jij eigenlijk je missie nu mag aangaan, je zielsmissie. Hoe gaat dat opgelost worden? Hoe gaan we dit doen? De kaart, de Hermit. Time spent in peaceful meditation and meaningful solitude. Dus je mag eigenlijk nu in de rust gaan. De kluizenaar geeft aan van, je moet nog iets onderzoeken. Je moet nog iets onderzoeken bij jezelf. Waardoor je dus eigenlijk nu de hulp gaat krijgen als je die aanroept. Dat is aartsengel Raziel. En aartsengel Raziel kan je dus ondersteunen in dat donkere stuk. En je mag eigenlijk nu meer gaan groeien naar jezelf. En ik heb het gevoel dat dit eigenlijk voor de lichtwerkers is. En dat hier iets gezien mag worden, waardoor je dus zelf kunt gaan stralen. Want je mag zelf ook je werk gaan doen. De mensen gaan inspireren tot. Even kijken wat hier nog meer bij komt. Mag ik dan nog een verduidelijkingskaart? Wacht. We gaan even verder kijken. Mag ik nog een verduidelijkingskaart op de helmet? Wat mag daar nog gezien worden? De kaart. De een van. Moet ik even kijken. Ook weer aartsengel Raziel. Een van de pentakels van aarde. Ik zal even checken of ik het goed heb, want het zijn andere. Dan zie je natuurlijk weer niet. Van aarde was dat. Ik zal het even hier neerleggen. De een van aarde. De een van pentakels dus. De aas van pentakels. Er gaat een nieuwe start. A wind full of abundance, wise counsel and good fortune. An exciting career opportunity. Dus er komt een contract, er komt een nieuwe fase in jouw werk. Je gaat iets nieuws beginnen. Als het te maken heeft met liefde, gaat er dus iets nieuws gebeuren op het gebied van de liefde. Omdat je eerst in de hermit mode mag zijn om bepaalde dingen te zien, om bepaalde dingen te ervaren. En bepaalde dingen te begrijpen. Want er mag nog iets gezien worden wat je nog niet ziet. Dat doe je door in de rust te gaan, de hermit. En dan komt er een overvloed eigenlijk aan. De een van de aas van pentakels betekent gewoon, je gaat een nieuwe weg. Misschien ga je nog een studie volgen. Dan gaat een nieuwe weg voor jou openen. Bij de oracle en de spiritual support. Wat mag ik daar nog voor duidelijkheidskaart bij? Hoe gaan ze dit doen? Het zijn er meteen twee. De page van vuur. Dus er gaat een nieuw begin. Je gaat met een nieuwe energie. Ga je iets aanpakken. Optimistisch ook. Je gaat creatief zijn. Maar wat ik net zei. Je moet even geduld hebben. Dat zei ik hier ook al. Soms wil je te snel. Er moet nog iets gezien worden. Waardoor je dus eigenlijk dat kunt creëren wat je graag wil. Maar het is wel zo dat jij wat jij nu aanpakt, ga je dus wel met passie aanpakken. En dan krijgen we de vier van pentakels. Je moet eigenlijk gaan kijken, de balans in jouw
ja, wat je geeft en wat je terugkrijgt. Daar mag je een balans in krijgen. En dat is Aden en Michael. Als je het moeilijk vindt, als je het moeilijk vindt, vraag hem om hulp hoe je dit moet aanpakken. Vraag Aden en Michael om hulp hoe je eigenlijk meer kunt gaan werken met hun. Of hoe jij eigenlijk meer je balans kunt gaan vinden in werk en privé. Want ook dat is heel belangrijk. Soms wil jij te snel, waardoor je dus oververmoeid raakt. En die balans weg is. Want zij zegt ook van, wacht nou even voor belangrijke informatie, zodat je dus geaard blijft. Als jij te snel chaset, dan gaat jouw aarding weg. En dan zit je in je hoofd. En dan is er geen balans tussen positief en negatief. En dan gaat het in het werkgedeelte ook zitten. Dus dit is echt wel een bericht voor de lichtwerkers die eigenlijk verder willen. Of in ieder geval als je spiritueel wil groeien. Hoe je dat moet gaan doen. En dan op werkvlak. Vooral op werkvlak. Je kunt het natuurlijk ook betrekken op liefde. Want ook daar moet je eerst je balans vinden in positief-negatief. De autumn. Honor your feelings. Adenahania. Wat is daar voor belang? Oh, het zijn er ook al meteen twee. Oké, autumn. Dan krijgen we de twee van vuur. Je gaat dus nieuwe stappen zetten. Adenal Zaadkiel. Dus je gaat nieuwe stappen zetten naar iets nieuws. Je hebt keuzes. Het kan zijn dat je met iemand anders gaat samenwerken. Maar je kijkt in ieder geval uit naar de vooruitgang. En dat ga je dus ook doen. Je laat iets los, waardoor er iets nieuws kan gaan stromen. En je ziet ook die blaadjes hier en die wereldbol. Je hebt het zelf in handen, wat zij ook aangeeft. Kijk, zij geeft ook aan, je hebt het zelf in handen. En hier krijg je het nog eens gezegd. Maar even pas op de plaats, want je hebt nog informatie nodig hoe je dit moet gaan neerzetten in de realiteit. En dan krijg je de kaart Renewal. En Adenal Jeremia. De kaart Renewal, dat is volgens mij, dat is de 20, dat is dacht ik de wereld. Er gaat dus iets nieuws beginnen. Er gaat een heel ander iets starten. Ik zal even kijken wat de kaart hier zegt. Wacht. Renewal, ja. Ja, Jeremia, die helpt jou eigenlijk om jouw situatie nog eens te zien, zodat je het pad kunt kiezen wat je eigenlijk wil. En het gaat dus om een verandering qua werk, maar ook om je eigenlijk ook bepaalde dingen los te laten, oordelen die je hebt over jezelf of over anderen. Dus als je het op de liefde betrekt, ga je dus nu een overzicht krijgen. Ik heb het gevoel dat je nog moet werken aan stukjes balans wat de liefde betreft. Waardoor je een overzicht krijgt van wat allemaal gebeurd is. Waardoor je dus ook dingen los kunt laten. En dat is wat zij dus ook aangeeft, Aden en Hania. Luister naar je emoties, luister naar je gevoel. Want dan mag hier iets gezien worden. Dan mag iets duidelijk worden. En dat is gewoon belangrijk dat nu ook de helderheid krijgt. Dan wil ik eigenlijk eens even kijken waar dat mee te maken heeft. Wat je nog moet loslaten. Even kijken. Wacht. Oké. Deze eens even erbij pakken. We gaan eens even kijken de diepte in wat je mag loslaten. Maar dat betekent dus wel dat je zowel op werkvlak als op de liefde iets mag loslaten. Even zien. Waar heeft dat mee te maken? Wat mogen ze loslaten? Waar zit die blokkade? Waar zit die blokkade? Wat ik hier zie is dat je soms afgeleid wordt. Afgeleid wordt om niet de diepte in te gaan, wat je graag wenst. En daar word je voor gewaarschuwd. Kijk eens wat je wil. Kaart nummer 47. Ik zal even de boek erbij pakken.
47. De engelen van manifestatie helpen je eigenlijk om jouw energie en gedachten, wat er aan de hand is, dat dat eigenlijk voor het beste voor jou naar buiten brengt. En dat is wat ik dus net zei. Als jij afgeleid bent, te veel in je hoofd, dan zul je dit eerst moeten oplossen. Hier moet een stabiliteit komen. Ik heb het gevoel dat er, verbaast me eigenlijk dat er geen zwaardekaarten liggen. Want ik heb het gevoel dat je mag ontvangen, je mag er positief over zijn. En soms zit je in je hoofd, dan heb je zoiets van, gaat dit wel stromen? Wees krachtig, wees zelfverzekerd. Daar zijn dus nog bepaalde, je wordt dus afgeleid van het stuk dat je door je in je kracht te staan, dat gaat dus vaak weg. En je wordt daarvoor gewaarschuwd, je laat eigenlijk je kracht soms liggen en je positiviteit laat je soms liggen. En daar mag je aan werken dat je krachtig blijft en dat je in je basischakra, dat je dat verankert. Daar word je voor gewaarschuwd dat je eigenlijk afgeleid wordt door gedachten, waardoor je dus eigenlijk de visie vergeet en de visie verliest. Dus daar mag iets geleerd worden, mag iets gezien worden. En ook al is die nieuwe fase onbekend en mag je een poort doorgaan, dan mag iets gezien worden nog. Want je hebt daar wel toegang tot, maar je mag weer grip krijgen op de situatie. En doordat je weer in gedachten gaat zitten, die negatief zijn, die niet helend zijn en die niet stabiel zijn, word je eigenlijk afgeleid van jouw levensmissie, van jouw zielenmissie. En doordat je te veel in je hoofd zit. Het onmogelijk. Innerlijke drive, uithoudingsvermogen, hard werken. Want je wil heel graag. Kaart nummer 5. Maar soms word je afgeleid. En die afleiding, dat is belangrijk. Daar wil ik nog een verduidelijking op. Waardoor word je afgeleid? Gericht naar het licht. En dat is wat er dus soms verkeerd gaat. Dat je niet gericht bent op het positieve. De waarschuwing. Mag ik daar een verduidelijking nog op? Nog een extra kaart. Oké, dankjewel. Niet in evenwicht zijn. Dat is wat ik net zei. Te veel gedachten. Zie je die vogels allemaal boven dat hoofd? Te veel gedachten. En dat trekt je terug naar het donker in. En er mag helderheid komen, zuiverheid van gedachten en gevoelens. Daar heeft het mee te maken. Ik wil nog een kaart op de toegang om te verduidelijken. Het heeft te maken met een hereniging. Een hereniging met jezelf. Kan natuurlijk ook een hereniging betekenen met iemand anders, maar ik heb meer het gevoel dat je nu in de spirituele verbinding gaat met jezelf en met spirit. En dat je dus ook, wat hier ook gezegd wordt, je krijgt eigenlijk steun van spirit. Maar wat Rafa nu aangeeft is, ze verdwalen eigenlijk in hun eigen gedachten. En ze mogen mij om hulp vragen om dit aan te pakken, om daarmee aan de slag te gaan. Want er gaan andere dingen gebeuren als je dit loslaat. Dan gaan de dingen ook stromen. Dan komt er bewustwording. En ze moeten zich eens bewust worden, ze mogen zich bewust worden ervan dat ze het eigenlijk zelf aan het tegenhouden zijn. Doordat ze te snel willen. Doordat ze eigenlijk soms als een kip zonder kop aan het rennen zijn en heel veel ideeën hebben en niet weten wat het beste is. En dat mag gebalanceerd worden. Is er nog iets van belang? Nee, hoor ik. We moeten runen pakken. Pak even de runenstenen erbij. En dan moet ik even mijn verduidelijkingskaarten hebben. Even kijken. Beginfase. Zo. Even zien. De eerste. Heb ik pas, dus ja, dat weet ik nog niet aan mijn hoofd. Dus dat hoort even met die kaarten werken. Die is omgekeerd. Gebrek aan richting. Deze zegt, dat is het paard.
je hebt een gebrek aan richting, waardoor je dus niet vooruit komt. Klopt natuurlijk exact met die andere kaart. Deze kaart, steen, is de dag. Dan kan ik niet zo goed zien of die nu omgekeerd is of niet. Ik dacht het wel, ja, want deze zijn langer, dus die is ook omgekeerd. Te impulsief. Je bent niet in het heden. Deze is, je bent te snel. Je vergeet dus eigenlijk je richting. En hoe gaat dat aflopen? Even kijken, welke is dat? Oké, dat is deze. Die is rechtop. Innerlijke kracht. Je gaat je innerlijke kracht bereiken. Er komt een groei, er komt een verandering. Er komt een vastbeslotenheid, een veerkracht. En dan gaat jouw schuld ook opgelost worden. Schuldgevoel misschien naar jezelf. Dat je vroeger, of dat je tot nu toe het niet hebt kunnen aanpakken. En dat daar dus een verandering in mag komen. Dat is in ieder geval een ding wat zeker is. Dat hier iets veranderd mag worden voor jouzelf. Ja, ik denk dat ik het zo laat. Want het is duidelijk genoeg voor mij. En voor jullie ook, hoor ik. Ze mogen nu zelf aan de slag. Dus dankjewel voor het kijken en namaste.